en dan dit. Het is echt heel opvallend hoeveel supermarktketens familiebedrijven zijn. Om er maar een paar te noemen. Aldi en Lidl bijvoorbeeld zijn opgericht door Duitse families en die hebben ze nog steeds in handen. En uiteindelijk is ook kruidenier Albert Heijn begonnen als familiebedrijf. Maar er is nog iets opmerkelijks. Een verrassend groot aantal van alle Nederlandse familiebedrijven komt uit Brabant. Sterker nog, alleen in Veghel al vind je er 3. Horeca Groothandel Sligro, van de familie Slippens. Van der Landen, een bedrijf dat internationaal actief is in de wereld van de logistiek. En supermarktketen Jumbo, van de familie van Eert. Je bent geneigd om te zeggen, wat heeft Veghel dat zoveel andere gemeenten in Nederland niet hebben? Maar goed, het gaat ons om die familie van Eert. Wie op zoek is naar een televisieprogramma over het reilen en zeilen van die succesvolle familie moet redelijk ver terug in de tijd, want ze laten zich, zacht uitgedrukt, niet dagelijks in de media zien. Dit zijn de van Eerts in 2006. Zo ongeveer een historische opname van de leiding van het concern uit die dagen, waaraan trouwens nauwelijks iets is veranderd. Want in het bedrijf draait het nog steeds om dezelfde personen. Vader Karel, tegenwoordig voorzitter van de Raad van Commissarissen. Echtgenote Kitty, nog altijd een bindende factor in het bedrijf. Oudste dochter Colette en jongste dochter Monique. En dan zoon Frits, die eerst een aantal jaren de onderneming leidde samen met papa, maar die sinds 2009 algemeen directeur is. Intussen hebben de van Eerts na een hele serie overnames bijna 700 winkels. En daarmee is Jumbo na Albert Heijn de grootste van Nederland. De nu 82-jarige Karel vind je tegenwoordig samen met echtgenote Kitty iets regelmatiger op de golfbaan dan in de vergaderkamer van het hoofdkantoor. Ah, slechte slag. Daarbij is tot Karels ongenoegen zijn echtgenote meestal aan de winnende hand. Maar hun rol binnen het bedrijf is nog verre van uitgespeeld. Een bijzondere familie van Eerts met de 53-jarige Frits als de grote roerganger. Een kleurrijker topman dan Frits van Eert, die zul je waarschijnlijk nooit vinden. Natuurlijk, er zijn wel meer grote zakenmannen die de rally van Dakar hebben uitgereden. Maar Frits is in veel opzichten van de buitencategorie. Want hoeveel CEO's dromen ervan om gevraagd te worden als Prins Carnaval? Wat zijn arbeidsethos en ambitie betreft, Frits is de grote inspirator. Lange werkweken, de zaak laat hem nooit los. Hij heeft bijna te veel energie. Consequentie, hij slaapt nauwelijks, werkt zich een slag in de ronde en heeft maar één doel. Frits wil altijd winnen. Zo kan je hem tegenkomen in Monaco als fanatiek deelnemer aan een race voor oude Formule 1-wagens. Want Frits van Eert is gek van racen. Met topsnelheid door de befaamde tunnel van Monte Carlo, je kan hem geen groter plezier doen. Daarnaast doet hij ook met volle overgave mee aan wedstrijden om het WK lange afstandsracen, officieel het World Endurance Championship. Samen met topcoureurs als Guido van der Garde en Nick de Vries en vroeger met Jan Lammers. En vorig jaar wonnen ze ook een van de races in Japan, de 6 uur van Fuji. Een stunt van de eerste orde. Frits van Eert there, on the left, Guido van der Garde looking happy. Nick de Vries takes the car to the line for Racing Team Netherlands. Frits van Eert, Guido van der Garde en Nick de Vries claim the win in LMP2. Wild celebrations from Guido van der Garde and especially from Frits van Eert. The first all-Dutch winners in world endurance history. Waar hij de tijd vandaan haalt, mag de hemel weten. Maar hij heeft ook nog een grote en een kleine carnavalshit op zijn naam. Met de verrukkelijke titels Wij doen het licht wel uit en recentelijk Fan van jou. En ook dat doet hij met onstuitbaar enthousiasme. Hij speelt trompet in een big band. En ja, het moet niet veel gekker worden. Wees niet verbaasd als je hem met feestorkest Factor 12 bij de toppers tegenkomt als trompetist. Jaar na jaar stond hij op het podium in de arena voor 65.000 man. We zijn in het Brabantse land. Hier woont hij, de 53-jarige alleskunner. Op een stuk grond van allerprettigste afmetingen. Met zwembad, een megavijver en een bos dat hij regelmatig openstelt voor wandelgrage bezoekers. Het weekend van 19 en 20 september jongstleden zou het absolute hoogtepunt worden van Eerts sportieve ambities. De kopman van zijn wielerploeg, de Sloveen Roglic, reed al 11 dagen in de gele trui. En de zege in de Tour kon hem niet meer ontgaan. En in datzelfde weekend maakte Van Eert zelf met zijn team kans op een podiumplek tijdens de 24 uur van Le Mans.
We belden je op het moment dat ik dacht, dit wordt het mooiste weekend uit het leven van Frits van Eert. Namelijk, je eigen Sloveense wielrenner stond op het punt om de Tour de France te winnen. En jij ging niet kansloos Le Mans in. En dat klopt. Voor een man die alles wil winnen, liep dat weekend toch ietsje anders af, volgens mij. Ja, precies andersom. Hè. De Tour natuurlijk niet gewonnen. En na een paar ronden hadden we al hele grote mechanische problemen bij Le Mans. Dus we waren na 10 minuten eigenlijk al kansloos om het podium te bereiken van Le Mans. En toen hadden we nog zeg maar 23,5 uur te gaan. Dus dat was wel even doorbijten. Wat een euforisch weekend moest worden, eindigde in een grote deceptie. Tegen alle verwachtingen in verloor Jumbo-Visma kopman Roglic in de Tour op het allerlaatste moment de gele trui. Soms heb je momenten van verlies die onverdraaglijk zijn. Die zo verschrikkelijk hard aankomen. Och jongen, het huilen staat er na de aan het lachen. In de tijdrit werd hij overklast door landgenoot Pogacar. Roglic zat volkomen kapot. En het duurde dan ook even voor hij het op kon brengen om zijn vriend te feliciteren. Hij had één troost. Op het erepodium op de Champs-Élysées was hij in gezelschap van zijn zoontje. En papa eindigde het jaar als nummer 1 van de wereld. Ook al omdat hij een paar weken na de Tour wel de Ronde van Spanje won. Bijna tegelijkertijd voltrok zich nog geen 200 kilometer verderop nog een ander klein drama. Van Eert en de zijnen kwamen tegen alle verwachting in Le Mans niet verder dan een 15e plaats. Maar voor iemand die alles wil winnen, moet dit een hele pijnlijke belevenis geweest zijn. Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook altijd wel heel mooi als je weet waarom je verliest. Dan kan ik het namelijk veranderen. En dan ben ik de volgende keer toch weer een stukje competitiever, denk ik altijd maar. Ja. Topsport is ook leren verliezen. Maar tegelijkertijd, dit had het weekend van je leven kunnen zijn. Absoluut. Je wil als ondernemer winnen, Maar je wil met sport ook winnen. Ja. Maar de boys waar je mee rijdt, die gelden als goud. En jij bent hooguit een klein bronsje. Ik ben een bronsrijder. Ja, maar je moet wel 8 uur volhouden. Ik ben een amateur en geen professional. En dat probeer ik ook helemaal niet. Ik probeer ik trouwens wel. Maar accepteren ze je wel? Word je voor vol aangezien? Ja, dat zal moeten. Want anders dan... Dat is geen antwoord. Anders maak je er niks van met z'n drieën. Nee. Waar komt dat willen winnen vandaan? Is dat een familietrek? Zit het al generaties erin? Nou, weet ik niet. Voor mij is dat eigenlijk heel simpel. Willen winnen heeft te maken gewoon met... Het geeft enorm veel energie. En het maakt mensen blij, al win je een spelletje. Ja, maar je hebt van nature al totaal geen gebrek aan energie, volgens mij. Dus daar is het winnen niet echt de voorwaarde voor. Ja, maar als je dan kan winnen, dan maak je het net een stukje scherp. Dan maakt het leuker om te doen. Jammer van dit antwoord, want ik hoopte dat toen ik las dat je moeder, je vader, nooit met golfen wil laten winnen. Terwijl dat misschien een van zijn grootste ambities is, dacht ik, ja, dat zit er toch al generaties in het DNA. Dus. Ja, het zit in ons DNA. Ja. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus ja, het is misschien ook wel echt een familietrek. Als ondernemer winnen, dat is hem in elk geval wel glansrijk gelukt. Het familiebedrijf van de Van Eerts is een goudgerande onderneming. Als gezegd in grootte, de tweede supermarktketen na Albert Heijn. Maar het mooie is, je woont hier natuurlijk fantastisch, maar je gunt de mensen dit ook. Hè? Iedereen mag uiteindelijk daar gewoon komen wandelen. Ja, in de winter als het nog een keer hard vriest, dan wordt hier heel veel geschaatst. Dan gaat aan de achterkant hier, maken we de poort open. En dan mag voor mij iedereen hier komen schaatsen. En dan zorgen we dat het ijs helemaal top is. En dan zie je nou niemand. En als er dan ijs ligt, dan zijn die honderden mensen aan het schaatsen. Ja, dat is fantastisch om te zien. Heerlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd naar het interieur, want ik zeg altijd, hoe het er binnen uitziet, zegt vaak meer dan 1000 woorden. We waren extra benieuwd naar hoe het gezin van Frits, Famke en hun 3 kinderen woont, omdat aan de inrichting een verhaal vastzit. Ja, maar dat interieur, dat moet wat zijn. Want je wilde het niet te modern hebben, heb ik begrepen. Hè? Je wilde niet een al te modern interieur. Ik heb zelfs ergens gelezen dat je zei, ja nee, ik ben type van het bloemetjesgordijn. Maar dat kan ik me niet echt voorstellen. Ja, maar dat zijn goede bloemen. Ja, het interieur van mijn huis heeft eigenlijk heel veel voor mijn leven betekend. Omdat ik eerst dacht van, nou, ik laat het aan iemand over. Die heeft mijn huis helemaal ingericht en achteraf was dat niet helemaal de bedoeling. Toen zei ik van, nou, het ziet er allemaal prachtig uit, alleen ik wil er niet wonen. En toen ben ik op zoek gegaan naar iemand anders die dat voor mij kon doen. En dat bleek dan achteraf mijn schoonmoeder. De toekomstige schoonmoeder. Zo heb ik ook bij Famke mevrouw leren kennen. Maar wacht even, die schoonmoeder die zegt dan waarschijnlijk als ze klaar is, ik heb ook nog een leuke dochter of zoiets. Nou, ze zei het ook wel, maar ik heb het zelf ook mogen ontdekken. Ja. Ja. En het was meteen goed?
Het was meteen goed, ja. Maar dat is zo onwonderbaarlijk. Dat is, hè? Ik had nooit verwacht dat dat ooit in mijn leven zou gebeuren. Nee. Dus als je een goed interieur had gehad, in eerste instantie, had je nooit zo'n leuke vrouw gehad. Had ik nooit zo'n leuke vrouw gehad. En ze is leuk. En ook heel lief. Ja. We zijn al ruim 20 jaar samen en dat gaat hartstikke goed. We hebben 3 lieve kinderen. En ja, op een of andere manier passen we denk ik ook heel goed bij elkaar. Frits van Eert, 53 jaar geleden geboren in Veghel. Als middelste van 3 kinderen die moeder Kitty in een tijdsbestek van nog geen 4 jaar op de wereld zetten. Ze hoefden van pa en ma niet per se in het bedrijf, maar ze zouden er wel alle 3 terechtkomen. Ik ben daar geboren tussen de pallets. Ja? Ja. Dus ik heb heel mijn leven ben ik daar geweest. Als klein kindje fiets je daar over het trein of je werd opgehaald op woensdagmiddag door de chauffeur. En... Dus eigenlijk wist je niet beter? Ik wist helemaal niet beter. Frits had van jongs af aan grote belangstelling voor alles wat met snelheid te maken heeft. Droomde van een toekomst als autocoureur. Sleutelde fanatiek aan allerlei soorten vierwielers. Maar na een studie bedrijfskunde in Amerika en na een korte periode als zelfstandig ondernemer belandde die met alle kennis die hij in theorie en praktijk had opgedaan toch aan de top van het familiebedrijf. Famke, dit huis speelt dus een hele belangrijke rol in jouw leven met name. Ja, dat klopt. Ja? Want zonder dit huis had je hier niet gezeten. Nee. Hoe was die eerste kennismaking met hem? Hij deed er nogal nuchter over. De eerste keer toen ik hem zag, dacht ik wel van, dit is leuk. Ja. Maar het zat al een beetje in de families, hè? Er was al een soort voorspelling geweest dat dat kon wel eens wat worden. Ja. Nou, we maken er wel eens een grapje over dat we eigenlijk een soort van uitgehuwelijkd zijn, zeg maar. Want Frits' ouders en mijn opa en oma die kennen elkaar al eigenlijk heel lang. En dan werd wel eens gezegd, nou, ik heb een hele leuke kleindochter. Dus er werd wel eens van allerlei kanten een beetje gepusht. Maar dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. En totdat mijn moeder dus hier Frits ging helpen om het huis gezellig te maken. Ja. En die zei tegen mij dan als thuis kwam, ja, is echt een leuke man, is echt iets voor jou. Maar... Het is toch fantastisch dat het zo gaat, hè? Ja. Zo'n heel romantisch begin, mooier kan het eigenlijk niet. Nee. Is het inmiddels te doen met een vulkaan die permanent op pruttelen staat om daarnaast te leven? Ja, ja, dat gaat zeker goed. Ja, dat gaat gewoon. Ik pruttel mee in die vulkaan. Ja. Maar het gekke is, ik heb toch heel wat mensen gesproken, maar iemand met zoveel energie, niet alleen merk ik dat vandaag, maar ook in wat ik over hem lees. Alles wat hij doet, daar gaat enorm energie in. Ja. Hè, een avondje rustig televisie kijken is een zeldzaamheid, denk ik. Ja, nee, dat komt niet vaak voor. Nee. Nee. En is dat niet iets wat je toch leuk vindt? Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Een avondje op de bank zitten, dat is niet echt iets waar we denken van, nou ja, daar halen wij onze gezamenlijke energie, zeg maar, samen uit. Nee, dat is meer ook in dingen doen en... bezig zijn. Ja. Ja. Toen hoorde ik hem een paar keer zeggen, terwijl de camera even niet liep, ja, maar ik wil ook wel graag thuis zijn. Ja. Dus hij wil wel graag bij jullie zijn. Ja. Ja. Dat gevoel heb ik ook, dus dat is heel goed. Er is wel een tv in huis, maar Van Eert zegt Eva Jinek, wel van gehoord, maar nog nooit op televisie gezien. Geen tijd. Famke is zelf ook druk, want ze doet het hier thuis, maar ze doet dat ook voor anderen. Ja. Dus ze is ook zelfstandig, hè? En ze is veel op pad om huizen mooi aan te kleden. Famke van Eert. Ze is een Van der Valk. Haar moeder Marijke is de oudste dochter van Gerrit en Toos van der Valk. Ze is bijna 4 jaar geleden overleden. Marijke speelde ongewild een heldenrol bij de ontknoping van de geruchtmakende ontvoeringszaak van haar moeder Toos van der Valk. Want ze werd gevraagd om samen met haar echtgenoot het losgeld van 13 miljoen gulden op een afgesproken plek af te leveren. En dat mocht absoluut niet fout gaan. Ze wisten waar onze kinderen naar school gingen, hoeveel kinderen ik had. Ze wisten eigenlijk alles. En als ze zeiden van als je het mislukt is, dan denk erom. We weten gewoon alles, dus je gaat er maar voor. Het liep godzijdank allemaal goed af. Een kleindochter van de Van der Valks vindt een Van Eert. Je hoort het vaak genoeg, leden van familiebedrijven hebben niet zelden zoiets als een natuurlijke band met elkaar. Het kan dus zijn dat Famke's moeder Marijke precies aanvoelde hoe Frits van Eert zijn huis ingericht wilde hebben. Begrijpen dat soort gezinnen elkaar dan beter, die families? Kan je dat zeggen? Want zij heeft dus begrepen wat jij wilde. Ik denk het wel. Als je met families in aanraking komt die bedrijven hebben, dan heb je het heel vaak over de merk en over de merkwaardes en hoe je dat allemaal aanstuurt. Ja, en hoeveel je ervoor moet doen om daar ook te kunnen komen. Ja. Dus daar hoef je dan elkaar niet uit te leggen. Nee, dus dat is heel fijn. Er is al van nature een band. Ja, echt van nature een band. Winnen is het centrale thema bij Van Eert. Ook bij een potje poolbiljart.
Ik zal even... Maar wel winnen met een lach. Het spel speelt de familie volgens strikte regels. Oh, je doet het gelukkig ook niet vaak, zie ik nu. In het besef van de enorme verantwoordelijkheid, want meer dan 90.000 mensen zijn voor hun broodwinning direct afhankelijk van het bedrijf. Prachtig. Familiebedrijf heeft altijd iets romantisch als beeld. Hè? Is dat terecht? Is het ideaal, een familiebedrijf, in alle opzichten? Persoonlijk moet ik altijd een beetje om lachen, want er zijn familiebedrijven en het gaat eigenlijk nog verder. Want er wordt heel vaak gesproken over Brabantse familiebedrijven. Ja. En dat een soort gezelligheid is dat. Dat wordt al meteen. Mensen denken aan grote gezinnen, keukentafels op zondag. Beslissingen nemen met worstenbroodjes in de buurt. Begin ook met gezelligheid. Laat daarvoor opstellen. En ik denk dat een familiebedrijf dat ook wel altijd een beetje in zich heeft. Dat het wel belangrijk vinden om iets voor elkaar te kunnen betekenen, ook buiten het werk. En volgens mij is het feitelijk ook zo dat binnen veel familiebedrijven het vaak ook helemaal niet zo leuk is met die familie. Bij jullie wel. Ik heb de mazzel. Ik heb twee superlieve zussen en fijne ouders. Wij zijn heel vaak een uitzondering. Ja, maar lees een marketingboek en je leest dat derde generatie, ben jij inmiddels, derde generatie in principe sloopt wat er is opgebouwd. Die breekt het helemaal af. Dat lijkt bijna een wet te zijn. Nou, zo ben ik ook thuis de zaak ingekomen. Dus dat was een fantastisch vertrekpunt. Daar ze dachten, oh god, oh god, ons Fritske, dan gaat hij thuis de zaak in. Maar ik kon niet laten. Omdat je toch trots bent op wat je ouders hebben opgebouwd. Dat was het argument. En dat wil je ook heel erg graag beschermen. En ik was zelf genoeg in de handel eigenlijk een paar jaar actief. En wat ik eigenlijk wel zo bijzonder vond aan supermarkten was dat als je van business perspectief bekijkt, dan is het eigenlijk de mooiste business die bestaat. Want klanten komen iedere week in je winkel. Ze gaan een rij staan om te betalen. Het is eigenlijk, als je er heel goed voor zorgt, dan komen ze ook zeker weer terug. Ik denk, hoe kunnen wij daar nou net iets spannends, iets mooiers voor maken als die standaard boodschappentrip? Ja. Daar willen we graag iets aan toevoegen. Ja. Voor Loekie de Leeuw in beeld komt, breek ik dit nu af, want je hebt je statement gemaakt. Je hebt het ongeveer 6 jaar samen met pa gedaan, hè? Ja. Dat ging zonder slag of stoot? Ja, ik heb geen aanvaringen? Ik heb nooit een aanvaring met mijn vader gehad. Nooit. Helemaal nooit. Het enige wat hij wel eens tegen mij gezegd heeft, als ik jou was, zou ik het niet doen. Jullie leken in veel opzichten op elkaar. En in veel opzichten ook niet. Hij had niks met motocrossen. Hij koos natuurlijk muzikaal gezien wel voor een aanzienlijk beter repertoire, namelijk swingende jazz, dan jij. Vader Karel van Eert, de Oscar Peterson van het Brabantse land. Daar ben ik mee opgegroeid. En dat doe ik nog steeds, want ik speel zelf ook jazzmuziek. We zien eigenlijk alleen maar deze. Maar als je me zou zoeken ergens, dan zou je me veel meer tegenkomen met een of ander confetti-bandje. Ja. Met Factor 12, dan denk ik, een fantastisch leuke bezetting. Supergoeie muzikanten. We hebben zoveel meegemaakt. Waar we zijn, maken we feest. We zetten heel de tent op. Dat is duidelijk. Daarna speel ik ook nog in een big band. Ik doe dat met ontzettend veel plezier. En je kan hem samen met de boys van het orkest Factor 12 ook zomaar in het buitenland tegen het lijf lopen. Want als het even kan, maken ze met Frits tot in verre landen de straten onveilig tijdens evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen. Maar dat en het willen maken van een carnavalshit, hè, wat één keer gelukt is en de tweede keer bijna, kunnen we wel zeggen, daarvan heb je de wonderlijke uitspraak gedaan: dat heb ik nodig om een betere CEO te worden. Ja. Nou, dat begreep ik niet. Hey. Is dat Frits? Ja, is die. Hey, Frits! Ik ben fan van jou! En ik ook. Hey, en ik ook van jullie. Biertje? Weet je wel hoeveel ik van je hou? Want ik ben een echte fan van jou. Jij betekent ook zoveel voor mij. Daarom zeg ik... Hoe dit hem een betere CEO maakt, Frits legt het haarfijn uit. Ieder mens heeft talenten, maar je moet er wel naar op zoek gaan. En ga die talenten proberen te ontwikkelen. En dan zul je zien dat ieder talent een hobby wordt. Pak bijvoorbeeld muziek of voor mij autosport of ik kan een paar meer dingen opnoemen. Maar wat gebeurt er dan? Dat wordt iedere keer een dynamo. Die houdt die accu vol. En als je maar 2 dingen doet, dan heb je maar 2 keer een kans om die dynamo te vinden. Maar stel je ervoor dat je wel 10 dingen doet, dan heb je 10 keer de kans om die accu te blijven laden. En
daar geloof ik in. Dat is echt mijn filosofie. Ik doe dus heel veel verschillende dingen. Ik durf wel te zeggen dat bijna 90% van mijn energie opgaat in ons bedrijf. Maar daarnaast is het dan ook heel belangrijk dat je zorgt dat je ook vrolijk blijft, energiek blijft. Nou, dat kost je geen moeite, zo blijven opladen. Nee. Je moet je blijven opladen. En dat doe ik bijvoorbeeld ook door muziek te maken. Vind ik heerlijk. Hey Frits. Hallo Frits. Of mogen wij feest Frits zeggen? Ja, denk ik wel. Ja? Jawel. Frits, we hebben een gezamenlijke passie. Namelijk de passie voor feestmuziek. Dit jaar kwam een en ander natuurlijk ook samen in de opname van ons eigen carnavalsnummer. Fan van jou. En ik vond het geweldig om te zien hoe jij voorop ging. En dan bedoel ik niet alleen in de Polonaise. Je bent een echte mensenvermaker. Want tijdens het opnemen van een clip is vaak iets heel plastisch. Moet 100 keer over. Ben jij gewoon bezig met die kroeg te vermaken. Vooral met vrienden, familie, kennissen, collega's. Dat is wel heel erg mooi. Je bent bezig dat die mensen maar niks tekort komen. Hapje, drankje en vervolgens de kroeg keer op keer weer op zijn kop zetten. Ja, je bent een echt podiumbeest. Je bent echt fan van mensen. Wauw. Ja, leuk. Is hij een voorbeeld voor de kinderen in die zin dat ze denken, ik wil ook zoiets later? Hè, want die extreme energie is bijna spreekwoordelijk. Ja. Slaat dat door op de kinderen? Heeft de volgende generatie dat ook alweer in huis? Nou, ik hoop het wel. En ik denk ook wel dat dat zeker aanstekelijk werkt. Maar of ze precies hetzelfde gaan doen, dat hoeft van ons ook niet. En dat is ook, denk ook niet dat ze dat echt willen. En wij hopen in ieder geval dat ze in hun eigen weg gaan vinden. En daarin hun manier van leven gaan doen zoals zij denken dat het voor hun goed is, zeg maar. Ja. Ben jij in het stadion als hij bij de toppers aan het musiceren is? Ja, ik kom wel even een avondje kijken. Ja. Ja. En hoe is dat dan? Heel gezellig. Ja, maar er staat iemand anders. De Frits die ik vandaag gesproken heb, herken ik niet van het podium in de arena. Nou, voor mij is hij altijd hetzelfde. Of hij nou met een trompet op het podium staat bij de toppers. Of dat hij in een racewagen zit of hij thuis is. Dat is voor mij dezelfde Frits. Ja. Ja, er is geen ander verschil in of zo. Maar het lijkt wel in de eerste plaats of alles lukt. En het lijkt ook of hij overal plezier in heeft. Hè? Wat je ook van hem tegenkomt, hè? En helemaal als hij muziek aan het maken is of als hij met autoracen bezig is, hè, er straalt een soort positiviteit uit die ik zelden maar gezien heb. Ja, dat klopt. Hij is heel positief. En ik denk dat Frits ook, als hij iets in zijn hoofd heeft om te doen, dan gaat hij dat ook doen. Het is niet iemand die het zegt, hij doet het ook. En daar gaat hij dan ook 100% voor. En soms nog wel meer. Het familiebedrijf is vooral gegroeid door spectaculaire overnames van concurrenten als Super de Boer en C1000. Er is een eerste winkel in België. En als alles meezit, komt straks ook de HEMA erbij. Meer dan de helft van de winkels werkt volgens het franchise-systeem. Dat betekent dat het zijn in feite zelfstandige ondernemingen, zoals die van scheidsrechter Björn Kuipers. Maar wel op basis van een contract met het moederbedrijf voor het mogen gebruiken van de merknaam, de inrichting van de winkel, het assortiment aan producten en de marketing. Na de jaren waarin Frits de mouwen opstroopte om samen met vader Karel leiding te geven aan het bedrijf, doet hij het nu al meer dan 10 jaar samen met zijn 2 zussen, Colette en Monique. En al die tijd was er zeggen en schrijven 1 niet-familielid binnen de directie, financiële man Ton van Veen. Extra mooi is dat je het met je 2 zussen doet, ja. Hè? De winkel. En een fantastische vaste grap van pa, die heb ik in een aantal interviews gelezen en die vond ik toch wel te heerlijk om te laten liggen. Die zei, ja, het was bij mijn huwelijk zo, als ik mijn vrouw op de trap tegenkwam, was ze alweer bijna zwanger. Ja. Die ken je. Ja, zeker. Ja. 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 Dus die 3, dat je zo dicht bij elkaar bent met z'n 3, dat is natuurlijk wel een geweldig stuk winst. Ja, absoluut. Colette is de oudste en ik de 2e, maar wij schelen slechts 11 maanden. Ja. Dus dat heeft hij heel knap gedaan, zeg maar. Ja, dat is heel fijn. We zitten in dezelfde soort levensflow. En ja. We hebben ook allemaal jonge kinderen. En we zijn echt een beetje dezelfde waarde aan het leven. Ja, dat werkt gewoon heel erg. Maar waar komt Frits' tomeloze enthousiasme voor de autosport en de kleur geel vandaan? Daarvoor moeten we terug naar Zandvoort 1985. Het was de eerste keer dat hij met eigen ogen een Grand Prix beleefde. Frits als kind in een snoepwinkel. En wat gebeurde er? Ik ging de eerste keer naar de Grand Prix kijken. Ik denk mezelf, het is eigenlijk echt ongelooflijk wat ik hier allemaal zie. Dat wil ik eigenlijk ook heel erg graag. Ik was natuurlijk al hartstikke gek van alles wat een beetje beroemde, waar benzine in ging. Maar als je die tijd meemaakte, dat was echt onvoorstelbaar. Ik was helemaal verkocht aan die autosport. Dat heb ik nooit meer losgelaten. Nee. En dan is er 1 kleur die heel essentieel in je leven is geworden. Die zag je daar volgens mij en je dacht, dat moet mijn kleur worden. Ja, dat klopt.
Ik zag daar twee auto's voorbij komen en dat was zo'n mooie auto. Het ging eigenlijk helemaal niet zo goed met dat team. Ze hadden eigenlijk best veel problemen en ik kreeg er heel veel sympathie voor en dat was Minardi. Ik denk, god, ik was zelf altijd aan het sleutelen en aan het doen. Ik denk, als ik nou eens ooit in mijn leven in de Formule 1 terecht zou kunnen komen, dan zou ik heel graag voor Minardi willen gaan werken. Want dan kan ik misschien helpen dat die auto's niet zo vaak stuk gaan. Nou, en die kleur geel die zij al van dat team hadden. Ja, mijn brommer werd geel, mijn helm werd geel, alles werd geel. Ik weet niet waarom, maar daar hield je gewoon van. Dus toen wij begonnen, moest ik ook een mooie, warme kleur hebben. Ik denk, ja, dat kan er maar één zijn. Dus dat is eigenlijk altijd Minardi geel geworden. Maar met de wetenschap dat ik altijd dacht van, als ik ooit in mijn leven 50 winkels bij elkaar kan krijgen, dat zou geweldig zijn. Dus het was een klein familiebedrijf wat met supermarkten bezig was. En ja, dat is natuurlijk enorm geëxplodeerd. En iedereen weet wel, denk ik, dat Jumbo gerelateerd is aan een gele kleur. Maar ja, dit is wel de reden waarom... Je kan er niet echt omheen, hoor. Niet omheen, hè? Nee. Nee. En nog steeds als ik het zie, dan denk ik van, wauw, dat was een mooie keuze. Nog steeds. Maar dan ben je toch, op intuïtie of door toeval, de eerste die eigenlijk Max Verstappen ontdekt. Op het moment dat hij uit de kart gaat echt naar de autosport, denk jij al, je haat het woord sponsoren, maar ik wil iets met hem. Ja. Was dat gevoel of sloot dat aan bij wat je net vertelt? Nou, als eerste steun ik heel veel talenten, waarvan Max er ook eentje was. En als je dan zag wat hij had gedaan op zo'n jonge leeftijd, een paar keer al die kampioenschappen gewonnen, wereldkampioen, Europees, te veel om op te noemen. Dan denk je, is toch eigenlijk niet mogelijk dat iemand van 14, 15 jaar zo vreselijk goed is. Waarom pakken ze zo'n gast niet met z'n allen op? Want ja, dat is volgens mij echt iemand die kans heeft om gigantisch te gaan presteren. Ja, je ziet wat er van is gekomen. Dat is vrij redelijk goed uitgepakt. Ja, dat is met Max natuurlijk ontzettend goed gelukt. Hi Frits, Max hier vanuit Monaco. Mij is gevraagd om terug te blikken op onze allereerste ontmoeting. En ja, ik denk dat je die natuurlijk nooit vergeet. En we kwamen natuurlijk naar jou toe om voor ondersteuning te vragen. En eigenlijk, ja, vanaf het allereerste moment geloofde jij erin. En ja, had je er zeg maar alle vertrouwen in. Wat natuurlijk altijd lastig te zeggen is als je net begint in de autosport. En eigenlijk ja, daarna, dat je na zoveel jaren zeg maar nog altijd samenwerkt en al hele mooie ja, successen zeg maar, ook samen hebt beleefd, ja, is natuurlijk heel bijzonder. En ik hoop natuurlijk dat dit ja, nog heel lang ja, voort kan duren. Ik bedank jou natuurlijk voor al het vertrouwen en ja, hopelijk zie ik je snel weer. Lief Max. Zelf zag hij vanaf het allereerste begin het grote talent van Max Verstappen. En dan zijn er ook nog de eigen schaats- en wielerploeg. Ik denk dat Frits staat voor winnen. En dat staat niet alleen voor Frits, maar staat voor de hele familie van Eert. Het DNA is winnen. Ik ben vorig jaar met Frits en zijn gezin naar Oostenrijk geweest, naar de Grand Prix. Was toevallig en gelukkig ook de Grand Prix die Max Verstappen won. Dus ja, iedereen was in extase. En daarin zie je gewoon de passie en het willen winnen. En de vreugde en het fanatisme. Ja, dat is heel erg mooi om te zien. En, ja, bij de landing in Eindhoven ging het nog steeds over die race. En ja, een fantastische dag gehad, zeker. Ik kan ervan genieten als mensen doen wat ze zelf leuk vinden. En wat iedereen ervan ook vindt. Weet je, Frits maakt gewoon een carnavalshit. Nou, is toch fantastisch? Hey Frits. Door de hele coronacrisis hebben we eigenlijk elkaar pas één keer echt gesproken en echt ontmoet. Maar wat me toen wel heel erg is bijgebleven is jullie, ja, jou en zeker ook jouw familie. De enorme passie en toomloze energie die jullie ja, enerzijds voor het ondernemerschap natuurlijk hebben. Maar anderzijds ook voor de sport en vooral de Nederlandse sport. Je bent zelf vooral van de autosport, maar ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer gaan zien bij een wedstrijd. En dat dat allemaal mogelijk gaat zijn met corona. Dus ja, het gaat je goed en hopelijk tot snel. Doei. Nou ja, leuk. Nou, geweldig. Topgasten. Hoe zou je hem karakteriseren? Ja, wat je zegt, energiek. Ja, nu wordt het link, Frits. Nee, Frits is heel energiek en heel, ja, heel passievol in alles wat hij doet. En ja, het is eigenlijk ook wel een gevoelsmens. Ja. Dat is duidelijk. En hoe zou jij haar karakteriseren? Ja, Fam is...
is echt iemand die probeert het allemaal heel goed te regelen. En die probeert alles gezellig te maken. En nog net even de laatste dingetjes er toch nog even erbij om het nog leuker te maken. Dat vind ik zo fantastisch. Je beseft, je hebt het aan jezelf te danken, maar je beseft dat het wel mee zit in het leven. Het gaat allemaal goed. Is er nog een onvervulde droom? Ik ben slechts 53. Ik ben volgens mijn kern gezond. En ik hoop nog heel erg lang mee te gaan. En nog heel mooie avonturen te kunnen beleven. Want het is de reis, het avontuur, daar ga ik voor. Dus ik zal altijd op reis blijven gaan, letterlijk en figuurlijk. Misschien is hij wel veel ongecompliceerder dan ik aanvankelijk dacht. Hè? Een van de exen van Elon Musk, hè, die heeft er nogal wat, die reist door Amerika en die geeft lezingen over how to handle a man like this. Hè? Dus iemand met vergelijkbare ambitie. Maar dat is voor jou dus niet nodig. Nee. Ik denk dat dat helemaal klopt. Dat hij minder gecompliceerd is dan je misschien in eerste instantie zou denken. Ja. Wel een bevoorrecht leven uiteindelijk toch? Ja, zeker. Dat je iets kan doen waar je al je passies in kwijt kan. Want dat zijn er nogal wat, hè? En nou, dat straalt je ook uit. Dat maakt het leven voor jou ook, denk ik, mooi. Ja, wat we zegt, gewoon eigenlijk wel één groot avontuur samen. Ja. Dank je wel.